Goedenavond allemaal. Wat ik wil doen is met u praten over de dingen waar we tegenaan lopen in groep 5. Dus... Sorry. Ik dacht eigenlijk dat mijn vrouw zou gaan, maar die had een Italiaanse les. Dus, Dat jasje mag ik dan weer aan en Amsterdams praten en een litteken op mijn hoofd en een tattoo achter mijn oor. En dan ben je die man weer. En een beetje gevaarlijk uit je ogen kijken en denken dat mensen bang voor je zijn. Ja, dat was weer heel leuk om te doen. Ik heb een déjà vu. Mag me al gelukkig prijzen. Ik heb al een seizoen Penosa mogen doen. En dan mocht ik ook een hele vervelende boef spelen. Dat was fijn. Ik vind ook juist de afwisseling leuk. Dat ik ook dan weer een heel zachtzinnig iemand of een aardige vader of iemand met hele andere problemen. Maar de boeven blijven altijd wel lonken en die zijn altijd leuk om te doen. Zetten we om in positiviteit. Wat doen we met onze agressie? Zetten we om in positiviteit. Dat gaat toch op, man? Jullie helpen mijn hele leven naar God, dat is wat jullie doen. Wie denk jij dat ik ben? People the clown? Nou, ik kan vertellen dat Marius in ieder geval heel erg zijn best doet om op het rechte pad te blijven. Dus hij heeft een handeltje opgezet in restpartijen, beschadigde goederen. En dat allemaal wit en met bonnetjes en btw. Dus geen boef meer zijn. Hij gaat op agressietraining om dat ook een beetje tot bedaren te brengen. En probeert op het rechte pad te blijven. Maar ja, het is natuurlijk een dramaserie, dus dat mag duidelijk zijn dat het hem niet helemaal gaat lukken. Ik schiet er voor zijn teringlaaier en jij moet me helpen.